willen gebruiken. Dat vind ik echt. Ik vind dat echt zo'n lelijk ding, ben ik echt. Dit ziet er zo groot uit. Dan heb je elkaar nog beter. Yo, lieve mensen van Twitch Gaming en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe GTA video. Het is een klein tijdje geleden dat ik even iets aan GTA heb gedaan voor opnames weer. En ja, we zijn nog steeds bezig met de Arena Wars voertuigen. Dus laten we even lekker een autootje gaan bestellen van de Arena Wars. En we bestellen geen auto's van deze website vandaag. Nee, we bestellen een auto van deze Ready, Arena Ready voertuigen. En we kopen ook niet de Apocalypse Severus, niet de Brutus, de Scarab, de Impermanator, de Impenetrator. Nou, weet van fokken. We kopen natuurlijk de ZR380. En niet de Apocalypse. En ook niet de Nightmare. Nee, we gaan voor de Future Shock. Want dat is toch een van de betere categorieën, vind ik persoonlijk gewoon, om te bezitten. Dus laten we die kopen. Hier zien jullie alvast een preview van hoe dat ding eruit kan zien. Dus we hebben hier de tradeprijs. Niet geunlocked. Weet ook niet wanneer die geunlocked gaat worden. Zal je net zien wanneer ik een paar races later vandaag ga doen. Tot die geunlocked is en dan sla ik mezelf tegen mijn kop. Maar dat maakt niet uit, want we hebben bijna 70 miljoen. En dat doel heb ik helaas niet bereikt voor het eind van 2018. Maar dat maakt ook geen ene flipper uit. Dus huppakee, koop. Ja, we kunnen zeggen van we down bij de office garage alvast. Dan rijden we er in één keer heen. Of we wachten nog even. En we rijden meteen door naar de arena. We rijden door naar de arena. Fuck it. Dan moeten we hem toch customizen. Oké. Okay. En zo te zien ligt er nog sneeuw buiten. Interessant. Dus daar zit ik eigenlijk nog goed. Met mijn outfit. Office garage. Maar de ZR380 is een van de snellere auto's op het moment van de arena voertuigen. Dus niet heel veel sneller dan de motor. Maar het is een van de snellere wagens gewoon om te bezitten. Hou je mond. Niemand mag jou. Niemand mag jou. We pakken de Night Shark. Ik hou van enthousiasme niet. Maar ze niet zo vroeg op de ochtend. Oké, okay, dus ik zie jullie zo in een klik terug bij de arena. En we zijn in de arena workshop aangekomen, lieve mensen. Dus laten we eens even naar mijn voertuig gaan kijken als hij er al staat. Nope. En ja, dat klopt. Ik heb mijn... voor de mensen die het... Ah, hij is er. Hij is over de duivel. En ja mensen, ik heb mijn dead race auto even aangepast. Ik heb die rode strepen erbij gedaan en iets minder roest. Want toen kwam het er eigenlijk iets beter uit. Alrighty, we gaan hem even eerst even voor een testritje maken zelf. Kijken hoe en wat, hoe zijn wegligging ligt. En dat is niet het beste eigenlijk omdat er sneeuw ligt, maar oké. Okay. Het is in elk geval geen muscle, want ik kan er geen wielen mee maken. Trekt wel langzaam op. Maar het komt ook door de sneeuw. Dus eigenlijk kan ik geen perfecte test doen op deze auto, omdat er sneeuw ligt, maar... Hij klinkt wel lekker. Net als elke andere normale auto. En de scoop werkt. Maar het is een standaard scoop. Nou oké, we gaan hem even testen. We gaan hem pimpen. Wait. Ik vind de sneeuw zo leuk in GTA. Hey, hallo. Ik wil op modifier. Daarvoor zijn we hier gekomen. Het enige wat ik echt zo cool vind aan de Future Shock modellen zijn van deze aan die rims. Er zit een soort van LED-lampen in. Dat vind ik zo mooi. Oké, okay, maar we gaan beginnen. We gaan de brakes doen. We hebben de race brakes. Natuurlijk. De boost. Daar ben ik eigenlijk nog niet. Bumper. Front bumper. Reinforce. Oh, wait, wat? Oh, wauw. Dat is letterlijk dus dat kleine dingetje. Oké. Okay. Maakt niet uit. Boeien. En wat is dat? Het is ook een klein dingetje. Nou ja, het is het geld. Het is niet veel geld, dus. Bodybox. Spikes.
Dat wil ik misschien later even overwegen. Blades. Blades. Waarom wil je Blades op zo'n auto zetten? Ik weet niet eens of ik hem wil gaan gebruiken voor de arena. Gewoon puur het feit dat ik hem gewoon zo al mooi vind. Nou, overweging. Het is een overweging. Het ieder zijn eigen ding. Even kijken. Oké, dan zet je dus eigenlijk alleen de... Wat? Hoe heet het? Je raam bedek je wat meer en je hebt dus een soort van deurbar aan beide kanten. Oké. Zijn er nog andere dingen die ik over het hoofd zie? Reinforced, daar verander je al wat meer. Dan wordt het raam ook een stuk kleiner, maar aangezien het cosmetic is, maakt het niet heel veel uit. En je krijgt een soort van patroon op je deur. En dan heb je natuurlijk heavy armored en dan heb je natuurlijk nog kleiner raamdingetje en... Dus dit zijn soort van uitlaat. En je wint. Waarom ook niet? Rollcage. Ja, we gaan niet geen rollcage doen. Wielkoffer. Kijk, dat vind ik dan. Dat maakt het nou interessant. Dit maakt het interessant. Ik vind dat echt light. Dan heb je meteen die hele LED gebeuren erin. Een soort van is. Die doen we sowieso. Het is maar 14k. Of 1k. Waarom niet, toch? Engine. Hoppa, volledig. Exhausts. Aan de voorkant. Spike. Of ray exhaust. En waar zitten ze nog zonder? Ja, oké. Ik denk dat ik het gewoon aan de achterkant laat, want waarom niet? Venders. Spiky. Lichtelijke spikes. Dan loopt het, met dat loopt het wel wat netter, heel eerlijk gezegd. Het is ook alleen aan de voorkant. Waarom ook niet? Goed. Ik vind dit persoonlijk, heel eerlijk gezegd, vind ik dit best wel lelijk, moet ik heel eerlijk bekennen, lieve mensen. Want het lijkt net alsof je een gat in je motorkap hebt geslagen. Kom op. Kijk dan. Motorkap, geen motorkap. Motorkap, geen motorkap. Ik laat het gewoon zoals hij is. Misschien dat ik het in de toekomst nog een keer ga aanpassen. Maar dat zien we dan wel weer. Toeters. Mijn signature. Een neon kit. Neon layout. We gaan voor het witte, want dat witte is natuurlijk wel... chill, want het is een beetje future shock, dus ik vind dat er neon licht onder moeten. Neon layout, wat? Zeker free om, ja, om hem weer weg te halen, dacht ik niet, hè? Xenox lights. Ik wil eigenlijk wel de Xenox lights hebben. Wat voor... Gewoon wit, toch? Maar het verschil... Wat is het verschil? Want dit is wit, en dat is wit. Wat is hier het verschil? Ik zie het niet. Oké, we komen nu bij de liveries aan. We hebben 19 liveries, jezus. Eens even kijken. Wat is een beetje mooi? Ja, ik zou zeggen eigenlijk gewoon deze die we er standaard op hebben zitten, maar... Want ik had al wel verwacht dat de motorkap wat meer mee zou genomen zou worden, maar ze gaan er dus niet van uit dat iedereen de... Ik denk gewoon eigenlijk voor de clean variant ziet er... Nou, dit heb ook wel eigenlijk iets. We laten het gewoon even erop zitten. Ik vind het mooier zo. Name it. Plate it. Nope. Rear windshield. Het is cosmetic. Maar ik hou er ook niet van dat mensen in mijn rug kunnen kijken. Respray. Nee, spoilers. Zo lelijk. Nope. Ga geen spoilers doen. Nee, geen spoilers. Transmissie, sowieso. Turbo, yep. Jezus. Ik zat bijna op de 70 mil. En als ik nou terugkijk hoeveel ik al uit heb gegeven. Holy shit, baltjes. Wheels. Enchantment. Bulletproof. Graag. Dat wordt weer binnenkort even heel veel grinden.
Tiresmoke. Ravelblauw. Weapons. Ram. Kijk, zo ziet eigenlijk de auto er veel beter uit. Gewoon als je hem niet zou willen gebruiken. Dat vind ik echt. Ik vind dat echt zo'n lelijk ding, ben ik echt. Dit ziet er zo groot uit. Dan kan je nog beter deze nemen. Dit ziet er tenminste wat beter uit. Maar aangezien ik dan niet weet dat ik er een arena auto van ga maken, weet ik eigenlijk nog niet zeker of ik wat ik erop ga zetten. Blijf maar kunnen zien er wel. Ik weet hoe ze klinken. Ze klinken best wel raar. Nou, zoals ik al zeg, ik weet nog niet of ik er een arena voertuig van ga maken, maar dat kom ik nog wel een keer op terug. Proximity Mines sowieso niet nog. En dan denk ik eigenlijk dat mijn auto, hoe ik hem zou willen, eigenlijk wel af is naar de specificaties die ik wil. Oké, misschien Ram Weapon. Dit ziet er ook best wel geinig uit. Dit ziet er eigenlijk ook heel lijp uit. Gewoon met een soort versneeuwploeg erop. Ja. Weet je wat? We doen er gewoon ook. Aangezien ik die al een keer heb, wil ik eigenlijk deze. Ze zijn toch allemaal even sterk, dus. We zetten er ook wat een betere, een large scoop gewoon op. Hier, flip it. Ik heb het toch binnenkort allemaal weer terug verdiend. Een roll crate dus even weghalen, zo. Oké. Even kijken, even terug naar de wheels. Wieltypes. Wat gebeurt er eigenlijk als ik iets verander? Oké. Ik haal alleen de stokgrims, verander ik dus. Oké. Dat is jammer. Dat vind ik wel jammer als je de... Ik had eigenlijk wel gehoopt dat er wat... als je de rims of de wheels zou veranderen... Dat de rims niet helemaal veranderden. Dat vind ik wel jammer, want deze wielen zijn best wel geniaal. Dus ik laat het even zo. Ik zit in arena. En ze draaien ook nog mee. Wauw. Oké, we hebben dus een nieuwe aanwinst op de arena voertuigen. Eigenlijk moet ik even kijken welke kleuren dit zijn. Misschien kan ik het nog... Ja, ik wil even kijken of ik hem in nog de auto-shop. Ik wil weten of dit een mat kleur is of een metallic kleur. Want als dit een mat kleur is, vind ik het lelijk. En als het een metallic kleur is, dan kan ik hem herleven. Of dit moet een Pearl Ascent zijn wat er overheen zit. Wat mijn vermoeden is. Even kijken. Play it. Respray. Primary color. Matte. Nope. Metallic. Ah, kijk. Het is al een metallic kleur. Green. Oh my god. Dan kan ik beter voor een... Hoho. Dit maakt het wel een stuk interessanter. Al zeg ik het zelf. Even kijken of welke... Ik ben eigenlijk wel iets... Kijk, dit maakt het ook wel wat beter. Dit is wel dezelfde kleur is. Welke kleur hebben we nog meer? Want ik hou van metallic kleuren gewoon, lieve mensen. Dat is echt iets wat een auto beter maakt. Oh, shit. Ik heb denk ik mijn kleur gevonden. Alle lijntjes komen er zoveel beter uit met zwart. Holy. Ja, zwart. Wat is de secondary? Wat doet de secondary color eigenlijk? Ah, oké. Zilver. Tieten, maar ik wil even weten, is dit een mat kleur of is het ook een metallic kleur? Wat voor kleur is dit? Oh, kijk, dit is brush gold. Brushed aluminium. We gaan toch voor die metallic kleuren. Kijk, ijswit. Of zeg het verkeerd, frost wit. Kijk, dat midblauw, dat zie je toch niet. Denk ik dan voor dat... Even deze twee kleuren. Even
Kijk, wat hebben we nog meer? Frost Wit gaan, omdat dat meteen de beste was die ik vond. Maar misschien... Oeh, de blauw. Holy shit. De blauw maakt het ook wel mooi, vindt voor mij. Misschien niet jullie kleuren, maar oké. Okay. Groen heb ik eigenlijk altijd gehad. Dat lime green. Dat heb ik eigenlijk over, altijd vroeger over om mijn auto's gehad. Dus dat maakt het iets minder mooi. Deze kleuren maken het iets minder, moet ik eerlijk zeggen. Dat rood kan ook nog wel. Maar ik denk toch eerder dat ik dan voor deze ga. Aangezien dat het beste... Wat mijn gevoel zegt dat dit de beste kleurcombinatie is die je kan hebben. Oké, even kijken. Kan er nog een... Wat is een accentkleur? Oh, de wheels. Oh... Oké, maakt dat allemaal nog een stuk interessanter. Heb ik het idee dat de... Welke kleur is dat dan? De accentkleur. Ik denk dat we die gewoon even zo laten. Oké. Maar mensen, ik beëindig deze video hierbij, aangezien jullie nu weten hoe mijn ZR380 eruit is komen te zien. Ik hoop jullie deze video leuk vonden. Blijf natuurlijk even met een blauw duimpje omhoog op deze video als je dat niet hebt gedaan. Druk de belnotificatie aan om up-to-date te blijven van de laatste en de beste video's op mijn kanaal. En zoals altijd, keep it new, keep it Dutch. En ik zie je bij de volgende video weer terug, mensen. Laters!